Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Na 3 jaar is het weer zover, jongens. We gaan naar Duitsland. Het is op dit moment 3:33. Bizarre tijden. Het is wel gelukkig droog en we gaan racen richting Duitsland. De winkels af. We gaan gelijk de supermarkten af. De Aldi, de Lidl, de Kaufland. En we gaan proberen om alles te kunnen kopen wat we maar willen. Toch alweer een mooi lijstje gemaakt, dacht ik zo. Een mooi lijstje gemaakt gisteren. Zeker weten. Wij komen bijna rechtstreeks vanuit de livestream, dus heel weinig geslapen. Dus ik vraag jullie eventjes, jongens, doe massaal even die like omhoog. Laten we gaan voor de 10.000 likes. Als dat gehaald wordt, zou super ziek zijn. We gaan snel de auto in en op naar Duitsland. Let's go. Ja, jongens, wij zijn onderweg en we moeten nog een ruim uurtje. Ja, het is lekker rustig op de weg. Ja, we komen 8 over 5 komen we aan. Dus dat is een uur voor opening. Ik hoop dat we niet echt in een lange rij hoeven te staan. Ik hoop het ook niet. We rijden ook iets verder dit keer, zodat we die rijen ontlopen eigenlijk. We hebben het al druk zat vandaag, dus alle tijd die we kunnen besparen is welkom. Het laatste jaar dat we naar Duitsland gingen, reden we richting Race. Weet je dat nog? Ja, man. En toen kwamen we aan, want heel veel mensen zeiden, ja, je moet naar Race gaan, daar is het lekker rustig. Ja, dan was het nog drukker dan Emmerich. Dus dat was niks. We gaan nu nog verder Duitsland in. We hebben een stad doorgekregen wat veel beter is. Dus daar gaan we heen. En dan hopen we dat het veel rustiger is daar. Zodat we even onze hele lijst kunnen halen. En jullie kunnen laten zien. Maar daar gaan we zo meteen achter komen. Dan zien jullie dat we over 3 minuten aankomen bij de Lidl. We horen dat het best wel rustig is. We reden net ook langs Emmerich. Er stond denk ik 5 man of zo. Of ja, zoiets, man. Ik weet niet wat daar aan de hand is. Maar ik heb zo'n gevoel dat we gewoon alles kunnen gaan halen dat we willen. Ja. En wij zijn er nog verder doorgereden. Dus ik heb zo'n gevoel. Jongens, we staan op dit moment in de rij voor de Lidl. Er staan ongeveer 15 man, denk ik. Ze gaan hier gewoon om 6 uur open, gelukkig. Film daar maar even naartoe. Moet je kijken. We staan met meerdere mensen te wachten. En hier was het volgens mij dat je gewoon het uit de schappen kon pakken. Dus ik ben heel erg benieuwd of het dan niet ruzie wordt dadelijk. Even de lijst invullen. Staat alles erop? Jazeker. Ik denk dat het wel 400 euro is. Ja, ik denk het wel. 25 kilo goed afgewogen. Anders hebben we een probleem. Moet je kijken, er staat nog niemand bij de groente en fruit. En nu lopen we dus met iedereen richting de schappen. Goldfinger? Ja. Van bed? Ja, jongens, we staan dus op dit moment in de rij. Het is super druk aan het worden. De lijst is ingevuld. We hebben nummertje 24, maar ik weet niet hoe het werkt, want er was net al iemand. Ja, er worden af en toe even wat dingen naar buiten gegooid, maar ja, in principe is gewoon een lijstje inleveren. Dat is niet de bedoeling. Oké, okay, daar gaat weer wat. Deze moet je drinken. Hoe werkt het? Gasten, hoe werkt dit, man? Ja, jongens, dit is dus het magazijn van de Lidl. Hele karren worden hier gebracht. Even alles controleren, jongens, of het erin zit. Ja, jongens, we hebben onze kar gekregen. Jordi is nog even daar achter nog wat ontbrekende artikelen halen. Want er zitten dus een aantal artikelen niet bij. Daar moet je ook altijd je bestelling checken. Maar hij is daar dus achter. Moet je kijken hoe die rij daar achter eruit ziet. Chaos. Traditiegetrouw. Zegt Jordi alles op de band. Kijk, kijk. Beastmaster hebben we 3 keer. Alligator. Ik heb wel. Beastmaster, ja. 3 keer. Ja, 3 keer toch? Nee, ik heb het wel niet gemaakt, maar ik heb het niet meer gesteld. Hoppa, pinnen maar. We zitten nu al op 131 euro, zie ik. Alligators. Hey, je had wel alle alligators, Jordi. Ze zijn ook uitgekocht allemaal. Nee joh. Pasta hebben we ook. Hoppa. Big surprise.
Kan het niet vol zo, toch? Laserfonteinen. Is dat de schade? We staan voor de ingang van de Lidl. Het is nog donker buiten, maar wij hebben onze kar gehaald. Wat wel echt bizar was inderdaad. Ze hadden echt best wel veel dingen niet meer. Ja, en hoe bizar was het aan het begin? Die man die roept gewoon, die wil een black ice, gooit hem gewoon naar iedereen toe. Ik vond het echt bizar geworden. Mensen waren lekker aan het voortdringen overal. Ja, wij lieten gewoon alles en iedereen gewoon voorgaan. Maar we gaan zo meteen even naar de Aldi door. En gaan we ook kijken natuurlijk bij de Kaufland. De achterbak zit vol. Zoals beloofd, een shot voor jullie. Eerlijk is eerlijk, dit is wel echt een heel mooi shot, man. Na al die jaren, volle achterbak. Ja jongens, de volgende bestemming, de Aldi. Ja. Ik ben heel benieuwd of het hier druk is. Oh, ik herken dit nog, man. Jij? Ja, man. Wij stonden daar geparkeerd. Geweldig. Ja, man, hier de eerste lading bier. Nou, dat is in ieder geval een parkeerplek zat, dus dat verbaast me. Hier zit gewoon weer ouderwets het vuurwerk uit de schappen vissen. Moet je kijken. Hier liggen de pakketten. Heb ik maar een beetje een Alle producten die niet echt populair zijn, liggen hier nu. Niks erbij, hè? Ah, Jordi, je hebt even wat fonteinen gescoord. Ah, hier zijn we dus bij de Aldi, jongens. Moet je kijken. Alles ligt hier achter gestald. Kijk hoeveel vuurwerk hier ligt. En in Nederland moet het allemaal in bunkers, hè? Hoe bizar is dat? En hier iedereen om de schappen heen, totdat het gevuld wordt. En dan is het graaien geblazen. Over 5 minuten komt er een nieuwe levering, zeggen ze. Maar inderdaad, de poison zien we er niet tussen zitten. En die moeten we wel echt hebben. Wat heb je hier? Dat zijn volgens mij nog niet eerder gehad. Superfonteinen. Ja, iets van fonteinen, joh. Kijk dan jongens, 1.4. Nieuwe vrachtwagen, nieuwe levering. Hier zit dus heel veel vuurwerk in. En daar stonden al die mensen net op te wachten. Even kijken. Daar hadden we ooit een keer 6 karton van gehaald. Ja, 6 karton. Ja, dat was de oude Artus. Ze hadden ook net de nieuwe Artus geleverd. Maar wij dachten van, weet je wat, is niks aan. Kijk, hoe bizar is dit? We lopen gewoon door de winkel met onze blokjes. En in Nederland zouden ze hier echt, ja, weet je, stel je voor dat het afgaat en zo. Zo gek zouden ze doen. En hier kan je ze gewoon zo meenemen in de winkel. Oh, lekker bij de vleeswaren toch? Bij de wijntjes? Ik zou zeggen, we gaan het afrekenen. De auto in. Wil je nog langs de Kaufland? Jazeker. Gaan we daarheen. 100 euro. 100 euro. Ze hebben nou voor 400. Mooi. Maar we hebben toch al een aardig achterbakje vol, niet? Ja, zeker. Ik zou zeggen, nu onderweg richting de Kaufland. Vooral eigenlijk Bloody Mary's. Bloody Mary willen we wel hebben. Maar eigenlijk hebben we alles wat we wilden, hebben we gewoon binnen. Maar deze, besef. Gelijk heel karton onder zijn handen vandaag. Kijk, dit is nieuw. De Poison. 16 shots, oftewel de oude Artus. Allemaal nieuw, dus dat gaan we testen voor jullie. Het oude nieuw te zien in de compilatie. Nou, Jordi heeft de achterbak opnieuw georiënteerd. Wat bleek, vuurwerk van de Aldi komt hier ook gewoon bij. Achterbakje is nu vol en meer dan dit moeten we ook echt niet doen. Kunnen nog een paar kleine cakejes? Ja, Bloody Mary past er precies tussen. Ja, oké, okay, latta. Volgende winkel waar we nu aankomen is de Kaufland. En wij zijn bij deze vestiging nog nooit geweest. Ik heb het gevoel dat hier niet veel mensen voor vuurwerk komen, man. Nee, het ziet er ook heel rustig uit. Ja, laten we maar even parkeren. En even binnen checken. Maar hier gaan we niet veel halen. Nee. Gewoon even een broodje. Een paar Bloody Mary's hooguit. Lege schappen. Zoek even het vak van de Bloody Mary. Kijk. Dat gaan ze dan vullen en dan iedereen graaien. Iedereen bij, iedereen wacht zoals ons op de Bloody Mary, zo te zien. Ja, jongens, het is super druk hier bij de Kaufland. We hebben deze 2 gescoord. Battle of Lions. Dat zijn 2 cakejes. En deze. Gold Silver fontein. Ik moet je zeggen, eigenlijk kwamen we hier voor de Bloody Mary. Alleen het is zo druk en iedereen wacht daarop. Moet je eens 1 keer daar naartoe filmen. Iedereen wacht op de Bloody Mary. Dus wij zeiden tegen elkaar van, weet je wat, zullen we gewoon gaan. Dat gaan we ook zeker doen. Ja, jongens, we zijn bij de volgende Aldi in Race. Ik dacht, ik ga hier ook even kijken. Mega drukte, dus dat skippen we maar. We zijn nu even de auto opnieuw aan het oriënteren. Althans, dat is Jordi aan het doen.
En het is nu licht geworden, dus nu zien jullie echt goed onze producten. Heel de achterbak zit vol. En moet je kijken wat voor rijen, jongens. Bizar. Super druk. Nou, deze ben ik ook benieuwd naar, man. De Gladiator. Ja. Ja, de doos is wat minder, maar goed. Ja, de doos is inderdaad slecht. Neem me maar voor lief. Van een buisjes. Yes, jongens, we gaan weer onderweg naar Nederland. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vond je dit nou leuk om te kijken? Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En morgen komt Vuurwerkshop in Nederland online. We gaan morgen ook gewoon weer live op YouTube om 7 uur. En daarna is het gewoon al oud en nieuw, jongens. Compilatie komt er ook aan 1 januari. Maar doe alvast een like omhoog. Zie ik jullie morgen bij de volgende video. Later.